Het stemmen in de regio verliep vandaag zonder problemen. RN7 is samen met de Wiegense burgemeester Marijke van Beek een kijkje gaan nemen in een stemlokaal in Sporthal Achterlo. Nou, tot nu toe, we hebben ook al 2 extra stemdagen achter de rug. En ik kan eigenlijk alleen maar zeggen dat op dit moment het stemmen heel goed verloopt. Wij hebben de inschatting dat het tamelijk hoge opkomst is en geen ongeregeldheden. Dus ja, daar zijn we blij mee. Volgens de stembureauvoorzitter verliep alles goed, al was het een stuk saaier. Dus dit is toch even iets anders. En in de kleine ruimte is het wat knusser natuurlijk ook. En hier hebben we toch te maken met een gigantische ruimte en een hele ruime opzet natuurlijk. Het is niet anders. Ja, maar in ieder geval, geef mij het oude maar terug. De mensen houden zich zeker aan de coronaregels. Dus dat is gewoon heel goed geregeld wat dat betreft. Geen enkel probleem. De afgelopen dagen ging het over ongeldige stemmen via de post. Die waren er in Wiegen ook. Nou ja, er is natuurlijk al veel gezegd over die ongeldige stemmen. Dat gaat vooral als het gaat over het briefstemmen. Ik heb de percentages meegekregen van de gemeente Wiegen. Die liggen iets boven de 3%. Dus dat valt met het landelijk gemiddelde, zoals dat nu bekend is, reuze mee. Maar elke stem die verloren gaat is te veel. Dus we zullen kijken hoe dat nu uitpakt met de nieuwe regeling die de minister heeft afgekondigd. Of inderdaad die 3% blijft of dat nog naar beneden gaat. De avondklok geldt nog wel gewoon, al treedt men alleen op bij excessen. Ja, dat is een punt van discussie geweest, ook landelijk. De grote vraag is geweest, moet je de avondklok wel handhaven? Kan die ook niet tijdelijk opgeheven worden? Daar is ook wel door verschillende burgemeesters op aangedrongen. Het kabinet heeft besloten om dat niet te doen. Wij hebben in de regio Gelderland-Zuid afgesproken dat we er op excessen handhaven. Dus in principe gaan we kijken wanneer nodig is om echt te gaan handhaven. We gaan vanuit dat de mensen het goede gedrag blijven voortzetten en dat men zich zoveel mogelijk voor 9 uur ook weer thuis begeeft.